24K at Golden Liquid. I drink it up, up, I get strong to kick it. My 24K at Golden Liquid. My energy boost to get it on and flip it. This is my 24K at Golden Liquid. I drink it up, up, I get strong to kick it. My 24K at Golden Liquid. We hebben hier in de studio een zeer muzikale gast, Carlos Dijkmans. Welkom. Dank u, welkom. Ik zou zeggen, voor de mensen die u nog niet kennen, stel u zelf even kort voor. Ik woon in Antwerpen Centrum. Ik ben nu iets van toch al een 30 jaar bezig met muziek. Ik ben 40 jaar. Ik ben heel jong begonnen met muziek. Ik heb een stuk of 20 groepen vroeger gespeeld. En dan ben ik eigenlijk in 2004 in de groep begonnen die Koala noemt. En wij collaboreren eigenlijk met artiesten wereldwijd. Koala, een heel speciale naam. Waarom koala? Omdat, en dan, nu komt er iets heel obscuur, dat is eigenlijk ontstaan omdat een koala, een dier is dat ook eucalyptusbladen eet en die is vrij stoned, een koala dier. En van onze muziek wordt het soms ook vrij stoned om gewoon naar te luisteren alleen al. Oké. Okay. Dat is ontstaan door een graphisch designer en die wilde ook een groep beginnen en die zegt een naam koala. Vind ik mooi. Allo, dus ja, dat beest, ik vind dat een heel schattig beest, maar die is wel vaak high. En die ging ook wel echt trip-hop music. Ja. En daar werden wel heel high van, een beetje los. En het is enkel, nu, naarmate dat de tijd verstrijkt, maken jullie ook meer uitgebreide muziek? Dat is een uitgebreide geworden. De eerste plaat was eigenlijk, een stuk of 17 jaar geleden, was puur trip-hop. Dat was meer een massive attack, Portis, DJ Shadow, die vibes. En dan zijn wij door eigenlijk met muzikanten meer genres te leren werken. Mm-hmm. Meer met hip-hop muzikanten te leren samenwerken. En ook met rockmuzikanten en metalmuzikanten zijn we eigenlijk meer een crossover groep. Ja, het is dus echt wel vrij uitgebreid. Ja, wij worden eigenlijk beïnvloed door de artiesten met wie we samenwerken. Ah, ja, oké, dat is wel. Ik vind dat wel een andere insteek eigenlijk. Ja. Je speelt gitaar. Hoe lang ben je er al mee bezig? Dat is nu 30 jaar. 30 jaar? Ja. Ik ben begonnen op mijn 10. Ik heb dan vroeger muziekschool gestudeerd, jazz gedaan. Ik was een echte gitaar-addict. Ik ging vroeger zelfs slapen met mijn gitaar, zo extreem was het. Dat de mensen van vroeger die er altijd mee lachen, die dat weten van mij. En, een voorliefde, een grote liefde. Ja, dat was echt aan mij. Zoals heel veel muzikanten, heel cliché, de Beatles. Hè? Ja. Dat is popmuziek, maar ik was er wel een grote fan van. Ik kwam Jimi Hendrix. En met gitaar kun je eigenlijk vrij veel. De meeste mensen denken vaak dat zijn gewoon wat akkoordjes dat je kunt spelen. Nee, kijk naar Typhoon het Nederlands. Je kunt veel breder eigenlijk gaan met gitaar. Of je kunt met gitaar eigenlijk alle soorten muziek creëren, maar je moet dan wel zien dat je blijft studeren op je gitaar. Ja, het is elke keer een extra leerproces. Allee, je kunt daarin evolueren. Ja, en je kunt je ritme zo technisch maken dat mensen op een duur zeggen, tja, ik wist niet dat dat mijn gitaar kwam. De meeste mensen die een gitaar horen, die denken altijd aan zo van die kabouterplopliedjes, hè? Ja. Nee, je kunt veel meer. Je kunt ritmes maken, erop klappen, Spaanse invloeden, Indische invloeden. Ja. En dat wordt dan een totaal ander instrument. Wat ik ook graag wou weten, jullie zijn, omdat je zegt, we hebben een groep Koala, uit hoeveel vaste members bestaan jullie? Want omdat je zegt, die collabs zijn wel altijd met verschillende artiesten, maar de vaste crew? De vaste crew is eigenlijk vijf gasten momenteel. Het zijn vier muzikanten en het is één producer. Oké. De groep, ik zeg het, heeft zoveel wijzigingen gehad. We hebben ook soms een groep gehad met waar een meisje zat, twee gasten. Maar nu zijn er vijf kerels. En daar rond hebben eigenlijk momenteel een stuk of 30 gasten. Voornamelijk vocals die dan komen featuren. Ja. Dat, en dat is van Wallonië tot de zee, tot Antwerpen, tot Brussel. We proberen in alle steden te gaan zoeken. Mm-hmm. Ja. Dat is wel, dat is vrij nieuw. Dat is iets, eerlijk gezegd, dat heb ik niet goed gehoord. Ja. Je hebt groepen die dat wel doen, zoiets wel eens een gast laten komen, zoals dat gezegd, Brazzaville of een FZ, waar we het er straks zo heel kort voor het interview hebben. Ja. Of een Arsenal, zij doen het wel. Arsenal is een van de weinige groepen in België die echt wel featurings doen. Ja. Maar de meeste mensen houden vaak aan één geluid. Bij ons is het effectief, wij willen altijd andere mensen bij ons bij hebben. Ja. Het is ook alleen maar op die manier dat we nieuwe muziek kunnen maken. Nee, klopt. Je krijgt heel veel invloeden, heel veel feedback, waar dat je dan eigenlijk je
je verhaal anders kunt vertalen. Ja. Pas op, dat is ook soms heel negatief resultaat. Hè. We maken ook soms nummer die mensen zeggen van, we hebben ze nu gemaakt. Omdat wij soms heel radicale keuzes maken. Soms gaan wij naar een punkmuzikant en dan denken ze bij Koala, waarom zouden die dat doen? Maar ik heb zoiets, die gasten hebben ook wel soms interessante zaken wat zij kunnen droppen bij ons. Ja. Dan, ik vind die background, dat je die vermengt, dat zorgt voor mij net dat je iets interessants kunt creëren. Ik ben een hele grote fan van Gorillaz altijd geweest. Ja. En Gorillaz is voor mij ook altijd een groep geweest. Hè, dat was Damon Albarn van Blur. Ja. Iedereen kent dat van Song 2. Allee, klopt. Ik weet niet of de jongeren dat hier kennen, maar dat was wel een grote Britpop hit. Dat was helemaal een beetje Oasis sound. Maar na Blur, wat doet die Damon Albarn? Die mocht de groep Gorillaz, dat is radicaal anders. Ja, ja, ja. En dat vind ik tof. Ja. Ik had ook zoiets, als we dan hip-hop gaan maken, mogen ook niet gelijk de zoveelste hip-hopper. Nee, even springen in het onbekende. Ja. Met het experimentele. Ja, en we merken ook dat onze gasten dat ook wel leuk vinden. Want wij maken ook nummers, collaboraties, waar een rapper samenkomt met een rockzanger in een track. Ah, ja. Dat zijn gasten die elkaar nooit ontmoeten. Want vaak zijn mensen toch nog altijd een beetje zo in hun eigen milieu. Ja, ja, klopt. En we merken dat dat vaak wel werkt. En dat die ook zoiets hebben van, tja, dat heb ik nu nog nooit niet gedaan met een rockzanger samen te werken. En die rockzanger heeft dat ook nog nooit niet gedaan. En je zegt, eigenlijk werkt dat wel. Want voor mij ook met rap kun je heel veel doen. En Public Enemy is een heel goed voorbeeld. Daar kwam Rock in, hè. De Beastie Boys. Ja. En het zijn die smashen dat ik gewoon heel cool vind. Oké, super. We gaan nu eventjes luisteren naar een nummer van Carlos Dijkmans. Het is een Mexicaans nummertje met een Mexicaanse zangeres en het noemt Malecón. Que vengo buscando todo el amor que quería sentir. Tú llegaste de un golpe a mi vida y no sé ni cómo ni dónde seguir. En la orilla del mar me he sentado pa' que me cuente todito de ti. Diferencias de tu mundo raro, todo me llama a ti. Del verano en tu cara, así te siento yo. Ya habrás llegado y en dónde estás. Sabría el destino de nuestro encuentro. Un día de enero muy frío y negro. Así te siento yo.
Voilà, dit was het nummertje Malikom. Om verder te gaan met Carlos hier in de studio, een vraag. Jullie hebben ondertussen 3 albums uitgebracht. Ja. De laatste was Tall Machines. Ja. Wat ik heb gelezen was, daar is iets speciaals mee gebeurd. Het was eigenlijk een album met 100 muzikanten. Dus die plaat heeft enorm veel tijd gekost om te maken. Maar we waren ook niet alleen Belgische muzikanten, we zijn echt ook met Amerikanen gaan samenwerken. Ik zeg het, iemand die met Spike Lee, wel een bekende regisseur, muziek maakt, ook de laatste jaren voor deze films. Die plaat, omdat je met 100 muzikanten uitgewerkt, ja, dat heeft heel veel tijd van mij gekost om dat te maken. Maar ik heb ook ervoor gezorgd dat wij een heel lange break hebben gehad. Met die plaat is al van 2011. Het is dat ik heb gelezen. Dat het is nu 2021. We hebben 10 jaar geen plaat gemaakt. Omdat al onze ideeën... Er zaten er echt in. Ja. We konden niks nieuw meer bedenken. Want het was eigenlijk een plaat met 16 nummers en alle stijlen kwamen er een beetje in. Maar ook door 100 mensen mee te werken, nadien zijn de out of ideas. Dus we moesten eigenlijk bewust een break doen. Ja. Een lange break. We waren een beetje uitgerust. Ja. Allee, uitgerust. Ja, we waren ons eigen aan het herhalen. Alles wat we daarna maken waren, dat leek daarop. Of op die platen ervoor. Dus wij hebben allemaal gekozen, willekeurig. We gaan gewoon even mee stoppen. Mm-hmm. Dat is lang uitgedraaid. Dat is 10 jaar zijn we verder. Maar we hebben wel de laatste 3 jaar aan die nieuwe plaat die dan voor binnenkort is, staan werken. Dus we zijn eigenlijk al 3 jaar bezig aan de nieuwe plaat. En de nieuwe plaat komt uit? In september. En die brengen we ook fysiek uit. En dat is eigenlijk een gemakkelijke proces, want dat zijn maar 30 muzikanten die meewerken. Dat is nog altijd veel, zeggen veel. Ja, het is dat ik wou zeggen, want uiteindelijk als je kijkt, iemand maakt een plaat, ook al zijn jullie nu 5, ja. Dat is dat. En dan productiehuis of weet ik veel wat, klaar. Maar als je dan van 100 naar 30 muzikanten, 30 is nog altijd. Dat is nog altijd keiveel. En het is ook niet dat wij bewust binnen met een plaat van dat moet zoveel man zijn. Dus we beginnen meestal met een cd, dat mag met 2 of 3 mensen zijn. Maar dat groeit en we blijven nummers maken. En de beste nummers eruit filteren. En we hebben ook in verschillende studio's opgenomen. Dat zorgt er ook een beetje voor dat het ook langer duurt om een plaat te maken. Ja, en die plaat is ook zo verscheiden als ervoor? Ik denk dat je meer in deze plaat een rode draad gaat krijgen. Ja. Dat merken wij tot nu toe aan de mensen die stukken horen. Die zeggen, dit is meer één geheel. De vorige plaat klonk meer als een jukebox. Okay. Ze gaan, ik vind dat nummerke tof als luisteraar, dat ga ik skippen en dat vind ik leuk. Dat was meer zo'n plaat die vorige, die in Tall Machines, hiphoppers vonden direct die tracks leuk. Ja. Ja. Reggae people, they like that tracks. DJ's vonden meer dat. Deze plaat is meer... En deze plaat gaat... Buiten het Mexicaans nummer dat je daarnet gespeeld hebt, zit daar wel heel hard meer in rode draad in. Okay. Het is een urban plaat, het is de meeste hip-hop-achtige full album dat we eigenlijk hebben gemaakt. We maken 80% hip-hop op de nieuwe plaat. Oké, dan gaan we... Ik stel voor dat ik dan eens een keer een liedje ga afspelen. Deze keer Embassy. Ja. Met feature met Norris. 365 days to blaze haze. I was raised up in that labyrinth, stuck in that maze. Now I'm freestyling all my verses up on them tracks. Cause when I'm writing curses, I hear voices holding me back. This track is there for y'all to understand just how it goes. This goes out to the fittest, this goes out to my bros. 7 foes up in your burrow, slamming Cadillac doors. Banging, walk through any neighborhood, let all my chains hanging. Now we got that paper, ain't no need for explaining. That is us up on your block, doing all of that slanging. So many bricks up in the city, it's like dirty ass jurors. Working shifts up on our docks, bitch, fuck what you heard. Shit is stacked up in them reefers, $1 million absurd. We looking down at y'all out the eyes of a black bird, you heard? So when you come on through, I'm lounging in the seat. Got my mind up on that money and my ears to the street. I stay up now, way up. Now's the time to find
gotta hold on, trying to stay up now. Way up, now's the time to find them better ways now. Trying to stay up now, yeah. It's better days coming, gotta hold on. Yeah, shit is raw and uncut, too hard in your system. Cause right now ain't nobody out there trying to go listen. So what the fuck I do this for? Could also go fishing. But I decide to shine my light, put myself for the fight lynching. Now listen, most of these niggas broke as pennies they pinching. And most my niggas folks to the day of redemption. Those living by that gun won't even make it to pension. They say we got a voice, shh, y'all ain't paying attention. 40 acres in a farm, stay away from society. Got me the AR-15, you know I'm down to ride, G. Fulfill my dreams, working on schemes. Up on them docks, clocks with red beams. Lean to the side, getting high with my team. Seems that all we doing is chasing all these damn fiends. Whole city corrupt as fuck, cause ain't nobody really clean. Clean sheets get passed out, just way too much. And if you take the wrong turn, you will get touched. You know shit about me, bro, study way too much. Yeah, yeah, I spit up on these microphones, your feelings get crushed. I'm freaking with this Puerto Rican, she finna go bust. I heard a week later, she got deported back in a bus. Trying to stay up now, way up. Now's the time to find them better ways now. Trying to stay up now, now, yeah. It's better days coming, gotta hold on. Trying to stay up now, way up. Now's the time to find them better ways now. Trying to stay up now, now, yeah. It's better days coming, gotta hold on. Back in them days, packing it up, shirt bay, sacking it up. I don't care about your hate, nigga, I'm gonna be stomping. I don't care about your fate, nigga, fuck all your frontin'. Back in them days, packing it up, shirt bay, sacking it up. I don't care about your hate, nigga, I'm gonna be stomping. I don't care about your fate, nigga, fuck all your frontin'. Dit was Embassy met featuring met Nordis. Is er nog iets specifiek dat we over dit nummer... Ja, ik denk zeker over Nodus, die in de vocals doet. Het is een Amerikaanse rapper, iemand uit Cleveland. En dat was ook wel een bewuste keuze dat we echt wel iemand willen met een authentiek Amerikaans stemgeluid. We wilden echt het accent van Amerika. Ja, dat deed. Dat is niet gemakkelijk om te vinden in België. Hey, maar je hebt wel rappers hier die dat een beetje proberen te doen. En dat nu volstaat wel enorm in België. Maar hem, hij is ja... Is natural. Ik ken niet zo heel veel... Superveel Nederlands, dus zijn accent is onevenaarbaar. Plus, hij is ook een iets oudere rapper. Nodus is al, ik denk 43 al ondertussen. Ja, er zit een korrel in zijn stem en dat is echt ja, een real black rapper from Cleveland. Je voelt dat daar 20 jaar ervaring in draagt. Dus dat is bij ons de overtuiging van die gast moeten wij hebben. Ja. Plus, hij is heel bepaald voor de nieuwe plaat, dat zit zeker op 6, 7 minuten. En een beatmaker is Jonas Cozon, dat is eigenlijk mijn neefje, ik ben dus een onkel. Ja, ik ben een fan, hè? Ja, dat is een hele goede tekenaar. Veel mensen kennen die zo in Antwerpen en ook wel rondom. Van, die is een tekeningen, die maakt altijd tekeningen met mazen en ratten en zo. In een urban vibe, altijd met een hiphop. En hij is ook een shoe collector. Ah. Maar echt een shoe addict. Zodat de kasten volsteken met Nikes. Ja. En met Safi en Spray, die daar nog wel in Mechelen nog wel een naam heeft, die vroeger wel veel beats gemaakt. Ja, Safi en Spray hadden dat al even geschreven. Ja. Ja. Time flies. Ja, when you're having fun. Ja. Goed, ik stel voor dat we dan even gaan luisteren naar Je ne suis pas tout. Ook met een Waalse zangeres. Ja. Voilà. Die zangeres noemt Crescian. Die heb ik ook gewoon gevonden. We zijn echt in Brussel gaan zoeken naar zangeressen en rappers. En we werken ook met twee Franse rappers. En allemaal rappers in Brussel gezegd, pak die zangeres. Oké, dus het is unaniem. Laat ons daar even naar gaan. Dans la ville, je file sans acte. Les gens qui se plantent déguisés. J'entends les langues déguisées. Je fais mine de pas capter. Je roule dans les rues cloisonnées. J'essaie de me raisonner. Mais comment faire semblant d'avoir oublié la saveur de la liberté? Voici les pays des moutons muselés et des zombies. Mausolée à ciel ouvert de notre musée funéraire. Sirop salade, pas normal. Toutes ces mascarades, carnaval. Tous ces camarades, c'est pas pour moi ce genre de bal. Je t'étale. Je ne suis
suis pas capable d'être jugé coupable. Assez, je pète un câble, rendez-moi ma vie véritable. Je crame la crise de la peur, les flammes attisent l'âme de l'honneur. C'est mon arme, le feu des vivants. J'ai bu mon flot de larmes, c'est mon carburant. Je suis pris en otage. Je vais tourner la page, sortir de la cage et vivre loin d'ici. Je serai un passage. Je vais jusqu'au lavage. C'est fou de voir mon rage quand je choisis. Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, je ne suis pas tout ce qu'on me dit de faire. Sont porteurs du vaccin contre la peur. Et ceux qui en disent tant savent que ce qui déguise ment. Les gens s'en sont porteurs du vaccin contre la peur. Et ceux qui en disent tant savent que ce qui déguise ment. Ils rusent, abusent, accusent à tort. Refuse la mort, mais use nos corps, mi amor, mi amor. Je ne suis pas tout van Koala was dit. Ik vraag mij zo stiekem af. Stel nu, corona is gaan liggen, we zijn er vanaf. Je mogen terug optreden. En je wilt de show in elkaar steken. Hoe wil je dat aanpakken? Hè? Want eerst de 100 artiesten waar je hebt mee samengewerkt, nu 30. Ik zou een mix doen tussen oude gasten. Ja, natuurlijk, je gaat echt. We gaan een mix maken tussen oude nummers. Stuur continu ook rondvragen aan mensen vroeger, wie heeft er tijd en zin. Ja. Dan zouden we de beste nummers van vroeger willen doen en dan eigenlijk met de beste nieuwe nummers te samen. En dat zou wel een optreden toch van 20 mensen zijn. Ah ja, voilà. Ja. Dat is ook weer een heel vraag. Dus je hebt een aantal live musicians en dan vrij veel vocals die dan eigenlijk rondkomen. Ja. Maar dan wel de moeite waard om te gaan kijken. Ik denk dat je visueel dat je dan wel verrast wordt een beetje. Ja. Het is een zware organisatie, maar het lukt ons wel. We hebben het nogal eens een keer gedaan met nog veel meer mensen. Maar het is altijd agenda zoeken van wie dat wel kan. Ja, inderdaad. Maar ja, het loont de moeite. Ik denk dat het voor iedereen dan toch wel een fijn gegeven is als je dat niet kunt gaan kijken. In een kletische bende, hè? Ja, het is dat. Zotte kot. Nu, ik heb gezien dat je gitaar bij hebt. Ik ben al zo heel een tijd aan het. Ja, weet je wel, Carlos, wilde jij iets spelen voor ons? Absoluut, absoluut. Wat gaat ons brengen? Wel, ik kan eigenlijk een nummertje spelen dat eigenlijk ook voor de nieuwe plaat is gemaakt. Oké. De nieuwe plaat gaat eigenlijk Outlaw noemen en dat nummer noemt Outlaw. Alright. En dat is eigenlijk waar de plaat voor staat, een Outlaw. Dat idee is ontstaan door Star Wars. Ik ben ook wel een Star Wars fan. Okay. Heel cliché. Han Solo is een Outlaw. Ja. Dat is iemand die zich niet aan de regels houdt en deze plaat is beïnvloed. In Marvel heb je dat ook. Er is zo'n gast. Hoe noemt hem dat weer? Ik kom er even niet op. Je hebt daar een film van Marvel met vier mannetjes met een wasbeertje. The Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Star-Lord. Zo noemt hij gast. Dat is ook een outlaw. En dat is het idee van onze plaat eigenlijk. Een plaat die
We zijn eigenlijk een gang van gasten die zich niet laat vastpinnen op regeltjes van zich. Klopt niet mee als een schaap in de maatschappij. Ja. Die dat je de hele tijd met je gitaar in de handen zit, mogen wij iets beluisteren, mogen wij iets spelen voor ons? Ja. Ik heb speciaal voor u geschreven. Oh, dank je. Je vond mij afgeleerd. Een love song. No. Oh. I'm joking. Nummer noemt Outlaw en dat is eigenlijk waar de plaat voor staat. Vijf gasten die zich niet kunnen binnen ons stijl van muziek. Okay. Een beetje opgedragen. Ik ben een hele grote Star Wars fan en de Guardians of the Galaxy. Je hebt daar Han Solo in en Star-Lord. Mm-hmm. Gasten, they don't care about rules. That's a bit that koala is. Voilà. Hoppakee. Iedereen is hier stil van geworden. In de toekomst gaan we u nog aan het werk kunnen zien. Ja, maar dat is sowieso iets pas nadat we de release doen. Dus beginnen wij in oktober er eigenlijk ons op te focussen. Ja, en mensen kunnen u terugvinden waar? We moeten eigenlijk, omdat natuurlijk, ja, we hebben niet een naam van een dier. Dus als je koala in tiet van de plankje in dal krijgen op de zoo van Antwerpen, moet je eigenlijk koala sounds doen. Koala sounds. Van het moment dat je koala sounds intikt op YouTube of op Facebook of op Instagram, ga je eigenlijk alles van ons vinden. Dat kunnen mensen nu terugvinden. Ja. Dus alle mensen die deze muziek fijn vonden, een mooi geluid voor het oor, check de handel van Carlos Dijkmans. Dankjewel voor te luisteren naar het programma Straf. En tot binnenkort. Bye.